Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Weet je, dus ik draai gewoon neutraal. Dingen die ik nog wilde archiveren en vastleggen. Ik ben nu mijn levensverhaal aan het inspreken. Dus ik heb nu de tijd om dingen te doen die ik had laten liggen. Maar, ja. hoor ik het goed? Zegt u nou dat er een boek gaat komen of een verfilming? Nou, ik weet niet. Ik leg het gewoon vast voor het nageslag. Of het nou een boek of een film wordt, dat weet ik niet. Maar ik spreek het in, want ik heb een tijdje geschreven, maar Isabi, dat ging even niet dikkie toch. En te met type, toeletter tegelijk. Isabi, dus dat wel een toeletter, ik kon dat Asani. Dus ik spreek het in, dan moest ik maar type die ik aan de. Maar ik ben bezig met mijn levensverhaal eigenlijk. Het is voor velen niet interessant, maar ik doe het gewoon voor het nageslacht. Spreek ik nu mijn levensverhaal in. En nu heb ik de tijd voor. Nou, ja. meneer Boegroe, meneer Edgar, ik ben van de, wat ze zeggen, de tweede generatie. Ja, en ik moet u bijzonder complimenteren dat uw liederen gewoon doortrekken naar de derde generatie. Dus ja. U verveelt niemand ermee, nee, daarentegen. Ik zou graag het meest exclusieve interview met u een keer willen afnemen. Afgezien van het gesprek wat we nu voeren. Zullen we dat afspreken? Oké, we kunnen het doen. Want je hebt het over generaties. Ik ben dus in de afgelopen tijd zoveel gebeld door Nederlandse, Surinaamse programmamakers. Om liedjes te maken over de situatie in Suriname. Ik zeg nee, ik doe het niet, want mijn liedjes die recyclen vanzelf. Want Bromberen is nu weer actueel. Paimang, Oso Yuru Ye Pai, Leba Yuru Ye Pai, Pandit Ye Pai, Skoromoni Ye Pai. Dus mijn liedjes, Leba Yuru ken je ook nog. De dagen absoluut worden korter, nachten worden langer, heel Paramaribo is zwanger, avondklok. Avondklok. Dus, ja, dus dat komt allemaal weer terug. Ik hoef geen nieuwe liedjes te maken. Ze worden vanzelf weer nieuw. Maar laten we even teruggaan naar Bromberen. Dat is de reden waarom ik je ook bel. Want Bromberen, ik ken het nummer. En ik misap de odde, zei ik in het pokoe eigenlijk. Analyse toch, zou je misschien nou analyse toch? Ja. Maar kan iemand vertellen me eigenlijk een pistorie bakken aan pokoe? En wat het teweeg heeft gebracht voor u persoonlijk? Ik moet zeggen, we stonden aan het begin van Travassi. Travassi begon te oefenen in 1980. Dus de band, de naam die ik heb gegeven, Travassi, we wilden het anders hebben. Dus Travassi was al aan het oefenen. We waren al liedjes aan het maken. En toen kwam, we hadden onze pianist toen naar Suriname vooruitgestuurd om daar boekingen te doen. Voor een toernooi, tournee, dat was 1980. En toen kregen we plotseling geen verbinding meer. Telefoon bent taboe. Je weet, vroeger moest je aanvragen bij LTT en bij PTT, een gesprek met buitenland. Isabi dan? Jawel. En dat was de enige manier om iemand te bereiken in Suriname of in het buitenland. En toen kregen we geen verbinding. Maar je bent wel een man collect of? Ja, je moest collect bellen. Nee, collect. Ik belde hem gewoon rechtstreeks. Vijf gulden per minuut op. Ibe Belgas en man. En toen konden we de pianist dus niet krijgen. En toen hoorden we alle verbindingen met Suriname zijn verbroken. Er is een militaire coup in Suriname. Dus toen dacht ik, hey, dat kan niet in mijn geliefde Suriname. En de geruchten druppelden binnen. En toen werden het echte verhalen, tv-reportages. Want je hebt nog geen internet. Dus als er iemand vandaag wordt neergestoken, hoor je het pas over 3 dagen. En over een week zie je pas de beelden. Dus zo druppelde alles binnen. En toen heb ik gezegd, nee, dat kan niet. Iemand kan een democratisch bestel niet zomaar omverwerpen. En toen kreeg ik het idee van Bromberen, ik moet hier een lied over schrijven. En niemand durfde het.
En meneer Naktapmi Borsu, maar ik ben een van de weinige artiesten die in die tijd zijn nek heeft uitgestoken om een lied te schrijven tegen het toenmalige militaire bewind. En dat werd Bromberen. Het werd Bromberen, maar het was wel, het was eigenlijk, het was wel, je kreeg letterlijk Bromberen van die plaat. Het was een gezellige plaat, maar ik kan me iemand voorstellen die Bromberen kreeg van die plaat. Nou kijk, het punt is, het lied werd gelijk als een soort lijflied, als een revolutionair lied, als een antimilitair lied. En ik zeg het nog dat steeds. Dat bedoel ik. Dit lied is niet geschreven om een persoon of een bouters te kak te zetten en al kak te proberen. Maar het ging erom dat ik vond dat eigenlijk de puinhoop die in Suriname gemaakt werd, dat het dus opgeruimd moet worden. De puinhoop die men van mijn Suriname maakte. Dus daar was er een proberen voor nodig. En man, ik heb zoveel over me heen gehad. Het is niet leuk om het te zeggen. In deze tijd gebeurt het vaker. Maar er zijn een paar keer pogingen gedaan om mij van de kaart te krijgen. Weet je? Alleen maar door het liedje. Zo'n gezellig liedje. Omdat, ja maar, nou gezellig. Je moet de inhoud van het liedje. Want iedereen denkt, Boegroena gewoon bla bla bla. Maar er zitten gewoon diepe en er zitten gewoon diepe er zitten verhalen in, er zitten weet je dingen waarover nagedacht is zitten in mijn liedjes en alle mijn liedjes, al lijkt het nog zo popo of zo snel, er zitten gedachtes achter. Ik ken u nou al een aantal jaren, Misabiu, we takkie, we tak politiek zijn, we tak wereldpolitiek zijn, we tak economische story. En u nou een vaarlijk ontwikkeld man, hè. Dus if you know, Edgar Boegroeboom, joh, berekent dat hij is die man die van kleine wasjes, grote wasjes, hij leuk nummer, joh. Een gezellige man, joh. Maar if you tak boon aan meneer Boegroe, mi abi vaarlijk boon respectie gera Boegroe. Oh, dankjewel. Dus konen onderschatten en schrijf pokoe nou een biggie kunstvorm. Oké, en in een schrijf pokoe, schrijf een pokoe zijn ego langer mee. Schrijf een pokoe zijn het zijn jaren. Want jij bent ook een van die DJ's die me vraagt van, hey, heb je dat liedje nog van Paimang? Of heb je dat liedje nog van dit of dat? Omdat mijn liedjes gewoon, ze recyclen, ze gaan lang mee. Maar Abdora Bromberesani heb ik dus persoonlijk heb ik heel veel problemen gehad. Ik was mijn leven niet zeker. Mensen hebben mij ontraden om naar Suriname te gaan. Want het werd mij niet in dank afgenomen dat ik die kleine Surinaamse jongen de vrijpostigheid had om een militair bewind eigenlijk te kak te zetten. Maar ik heb het gedaan voor mijn Suriname, want uit alles wat ik geleerd heb en ik ben een beetje naar school gegaan, heb ik gezien dat waar men de trias politica schendt, de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, en vooral als het door militairen gebeurt, dat land gewoon naar de verdoemenis gaat. In Suriname was iedereen blij, omdat de in Nederland heb je kettingrokers, maar in Suriname had je kettingtrekkers. Isabi. De mannen hadden ketitis, maar dat in mijn long. Die werden opgepakt. En dan heb ik zo'n boomsteef pipeline met een bulbpees. Iedereen applaudisseerde. Ik heb het altijd afgekeurd. Ik heb gezegd, als iemand een ketting van iemand trekt, dan moet je hem oppakken. Hij moet voor de rechter en de rechter geeft hem een straf. Dan hou je al die drie poten van de politiek en van de staatskunde en staatsrecht. Dat hou je dan in stand. Maar een politieman mag je niet een klap geven omdat je zonder licht rijdt. Nee, hij moet eens een boekje kijken en zeggen, meneer, u rijdt zonder licht. Er staat hier, dat kost 10 SRB of 10 euro. Weet je,
Maar politieman mag je geen klap op of een schop geven. Nee, de rechter moet bepalen wat de straf is. Maar hoe lang heeft het geduurd na Bromboire voordat u weer het vliegtuig heeft genomen naar Suriname? Ik werd bijna gedwongen eigenlijk. Want in die Bromboire was in 1981. En in Suriname stond iedereen... Nou, het Bromboire verhaal, als je het aandurfde om dat nummer op een feest te draaien, dan kwam er een militaire binnen en die namen jouw geluidsinstallatie mee en gewoon in je feest de ma e broko a plaat isabi abi de LP na een maxi single de zodat je de ma e broko a plaat in je feestie. Ik heb nog van een vriend van mij die was DJ, die draaide in Palmetuin en hij heeft mij toen gebeld van Boegro, ik ben hier in Palmetuin aan het draaien met draaibromberen. Dus zodat ik kom de man Chami Stereo installatie gue. De man Fomi en de man Broca plaat. De man Sera plaat gue. De man Sera pogo. Is apart een plaat BC die zo mooi. De man Seri mi plaat gue. Dus mensen begonnen het ding als een soort van revolutionair lied te zien. Of een anti-revolutie lied te zien. De man begint draaien pogo het protest. Underground Bromboire begin draaien. En het is een heel grote hit geworden. Heel Suriname song Bromboire. En toen op een gegeven moment stond men te roepen of de vraag was groot naar Travassi. De vraag was heel groot naar Travassi om Bromboire in Suriname te spelen. Ik heb wat verzoekjes gehad en ik zeg nee jongens, ik ga niet. En mijn moeder die woonde in Suriname... nog, die heeft het mij ontraden. Mijn zus, die heeft het mij ontraden. Maar ik dacht nou, als het volk vraagt om Travassi, en ik ben een volksjongen, Travassi is een volksband, dan kom ik gewoon. Dus ik heb bepaalde garanties gevraagd. En toevallig, een van de hoofdorgas, die belde mij terwijl we aan het oefenen waren. En dat was Marcel Seel. Die was hoofd van de militaire politie. En ik heb met hem op de Mulo-school gezeten. Ik was vroeger kind aan huis bij hem aan de Koreastraat, wel gelegen. Dus we waren matties eigenlijk. We musiceerden samen. Dus hij heeft gezegd, Boegro, Iwan Kasernang, niet dat ik mee kon, maar alleen is mijn veiligheid gegarandeerd. Maar dat ik mijn hoofd voor MP, dus mijn zorgen, dat ik alles aan City, je kiest een boegi. Je kiest een privéchauffeur. Je kiest een man, ze rijden mee. Ze zijn fully loaded. Dus Boegro, next nog aan Sananga, you e collect me mati. Ik heb het aan de band voorgelegd. A band be digge digge. Band be baby. De mannen be wan go. Met akere. Mi e go. Suma e kom mee. Uiteindelijk de man kom mee naar mi. Vanaf. Dit is naar Groskin. Boegro, fuck bop uit dat plein. Gewoon à la presse. Wat ja, dat is dan met eigen. Dit is naar Groskling, mijn mekaman is nooit mee. Hij is op plein Doro, naar zijn lang, op plein landen. De man met Alasma stap uit. Uno wil ik Travassi meteen op plein. Maar ik denk het feest gaat beginnen. Met een boy was ik. De man dat ik kan zakken nou. De boy dat ik nou, als aan het feest. Want hoe lukt op het dak, hoe zie je wel loman doen op het dak, zeggen met een jeur of zang. Op het dak naar Sanderij, het was toen een heel ander dak, een plat dak naar een balkon. Weet ik aan het afscheid voor sma. Hoe zie je wel loman doen op het dak, naar binnen naar een gong. Isabi, de boy dat ik zou doen, met een keer nog. Met zakken ik eerst, heeft de man zoet, hoe nog kon uit dat plein. Utang udon dapat grond tussen de sturo, ma uno saka. Dus niko dapat trapu, misiwang oto erai kong wa Amerika wagi erai kong tapa sani tapa felt, wan tus mas saka aita oto bingin dansi, wan dance group misi moros ma bingin kong aman TV bendape oktu TV sukrusani, dema bingin play kauna el, een geweldig onthaal. Oh mijn god. Ja, intussen mijn jere, mijn artje mooie schot of mooie ratatatata, mijn jere niks.
den trama sakaka ook toe uit dat plein. Ja, dus met eigen om op te zien na echt na bromberen, luchtberen, luchtberen, alles aan te kie. Ja, maar niet dat ik bras dat ik met de reden, met de reden op zijn grond, dan heb ik toch iets daarover achtergelaten. Is dat niet ook? Mino aan play held, ja, dus niet aan een held, want Mino aan de wand doe je held ook toe. Is dit verhaal wel eens in de media gekomen, Edgar? Niet, ja, misschien bij Vlaarden, niet echt. Maar ik kom niet, Mino aan tak over mijn schreef, toch? Tak, mi. Wie het doen is, Mino aan cowboy, me rijdza, me zo'n door op, want café, pocket play, me going sing, me zingen. Is dat niet toch? De man is niet eens dat niet dat. Maar de man is tegen me dus. En de man is de nummers me dus. Nou, dat is mijn probleem. Maar ik heb het verhaal eerder verteld. Ik heb het verhaal. Dus nou, een groep kon halen op onder leiding van Marcel Seel. De man tegen me dat boy. We hebben met beveiliging. Je komt in Miwagi. Hij had me intussen ook gevraagd als ik kwam om bepaalde dingen voor hem mee te nemen. Want giet ze na in een bab gitaar snaar, dan het drumvel, dan het is aan het mobiel als een lang. Dus dan heb ik die boodschappenlijst. Niet jouw los aan Gojaman. Is dat die onder andere wat radio, auto, want tv, dan hebben we auto radio. Niet jouw Gojaman. Oké, okay, maar daar niet van. Dus aan het eind dat ik min aan je skin aan skin. Want hoe gaat scoren, hoe doe samen. En met hem wat ik zeg, dat symbolite me bij voor mij toch, bij voor mij dat ben ik scoren, bij die vier, die ik ook daarin brada, a brada ben ik kapper naar Rotterdam, isabi. Dus mina en Marcel zei, we gaan Milo school samen. Dan allemaal zorgen dat ik is adequate beveiliging, dat we rijgen naar foto nog voor Sanderij, jongen, uit de Udoro in een hal. Dit heb ik nooit meegemaakt. Even zie maar, alles mij maar bromberen, pra, bromberen, trafasie, bromberen, pra. Dat hoe rijk moet uit Sanderij. Even zie maar. Dus alle precies maak nap naar een clusters, want radio is zender uit live. Dat eide man zakken, boegroe er wat helm, want beur wat helm toch uit veiligheid, isabi. De man tak boogroe weer wat helm. De man saka. De man de nono in a hal. De man de isabi. De man go in a februente. De so de man live uitzending. Jong overwacht. Efficies massang nap na strati. E bar trafasi. Brombere. Bernard Dorp. Sma. Lely Dorp. Geen doorgang. En brana ano jaf ano lady. Dus no mediatori. Nekis kippenvel baka. Nek is kippenvel, baga. Leedorbe, die sisma. We uit ook ben kon aan la tour. Mijn boy, jongen, dat voor mij voor het eerst Suriname met kennis naar een fenomeen file. Uit ook door la tour. Hoe lang uit dan? Ik denk 2 weekend. Ik denk 2 weekends. En die draai kon, dus een moment die is door naar Pleinbakker, die Luku Sandré, sabe dat vier, sabe de... Ja, omdat, Luku, dus, de ontvangst was van het publiek was zo groot. Hoe drie op in een jaarbeurspaviljoen, heb je geen smaak, kille, dan in de dank. Dus maar begin bij bromberen. Met ergens maar dat ik jongen bromberen. Als het moeilijk is, dan moet ik nog voor kost ook nog. Als maar op. Dus maar dat ik nou, ik kan blijven bromberen. Want ook kan gaan. Hoe hier bromberen. Maar dan moet ik dat eerst naar de tweede rij. Tringi. Naar de sosodati. Isabi. Sosodati. En de man op de wapen. De man weer de barret. Dus moet ik dat wel. Mijn ook knap zingen is. Mijn lolo op het podium. Want ik kan het helemaal zoeken. Maar zoeken niet zien. Isabi toch. Oh, Jezus, joh. Dus me ben ik, maar toch, dus me teka degaat, me zingen,
daar is maar begin bij Bromberen. Want we plei wel op Poku, Burki op 45 en zo. Maar Bromberen, alle Poku neem maar bij Bromberen. Nee, oké, Edgar, Edgar, wat ik met je ga afspreken, laten we dit afspreken. Ik wil een keer, en op korte termijn gaan we je interviewen en dan gaan we dit vastleggen. En dan wordt dat allemaal uitgebreid. Ik kan nou niet wachten om Bromberen te draaien. Ik ga Bromberen nu draaien. Okay. En vanavond, dan zetten we dit deel 1 op YouTube. Ik stuur het voor je. En dan gaan we op korte termijn als Dong, dan wordt Takatori uitgebreid. Ja, ja, ja. Zullen we dat afspreken? Abon. Gratang Oma, Lipa. Oma, no aan live nou? Ja, naar live, naar live. Je bent nu live, je bent live. Oh, oké. Nee, maar dan, het is goed. Maar me ronde me af eigenlijk, dan is het afgelopen voor Atori. Van wat kan ik gaan proberen in een sporthal, in jaarbeurs, ja? Ja, en daarna gaan we gaan je hele carrière bespreken. Laten we dat afspreken. Ik wil het niet eenmalig, ik wil het goed vastleggen. Oké. Dus namens Radio Stavassen, die uitnodiging staat. We doen het snel. We doen het. Oké. Thank you, bless you, pa. Doe het. Oké, voorzichtig. Laat vinden op YouTube, dat typ je gewoon in Travassi met Bromberen. En de Oemas Madehor. Ik wil u bedanken voor het luisteren en we gaan zo meteen naar het programma Zo Light. Gaan we allemaal lekker tot rust komen. Ze zijn helemaal klaar voor u hier zo bij Radio Stavassen. Ga even naar de reclame en dan kunt u gaan... Ga genieten van Zo Light. Stavassen Radio. Heb je ons gemist? Check ons op stavassenradio.nl.